Oeh, nee, dit wordt leuk. Ik ga stil zijn hoor, dit wordt leuk. Oh, wat gaat er gebeuren? Nice car. Oeh, mooie auto. Vandaag, dames en heren, gaan we eens wat anders doen. We gaan namelijk niet iets met Brawl Stars doen en dat is vrij speciaal. Want als je al mijn video's op mijn kanaal checkt, is bijna alles Brawl Stars. Ik denk wel zo'n 98%. Maar vandaag gaan we iets anders doen. Een game die ik nog nooit heb gezien, op mijn kanaal tenminste. Ik heb de game wel eens gezien, sterker nog heel vaak. We gaan vandaag GTA doen. Jazeker, we gaan niet GTA doen per se. We gaan eerst reageren op GTA momenten. Ik wil even zien of ik daadwerkelijk ook GTA op dit kanaal moet spelen. Als jij GTA op dit kanaal zien, doe dan een duimpje omhoog. We gaan vandaag kijken naar de grappigste fails in GTA. En ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ga lekker mijn koptelefoontje opzetten en laten we gewoon lekker gaan koekeloeren naar deze momenten. Let's go. Oké, wow, we beginnen gelijk met een harde klap. GTA, hè? Geweld. En daar houden we van. Geweld. Ja, top helemaal. Oké, hij heeft politie aan het schaan. Hij gaat zich verstoppen. En ik denk dat hij als plan heeft om de politie te gaan slaan met een hakbel. Oh mijn god. And you are history. Hij slaat keihard mis en hij wordt gewoon echt gerekt door de politie. Oké, wat gaat hier gebeuren? In een roze supercar. Oh, what the fuck? Oké, dat was al terenziek. Oh, en hij heeft ook gelijk ruzie. Gaat hij het wel winnen van hun? Hij gaat het wel winnen, hij gaat niet dood. Maar hey, dat is wel een nieuwe manier om iemand keihard aan te vallen. Kijk, een dikke kratentrap, hoppakee, tegen het hoofd aan. Ja, als ik dit zou meemaken, zou ik ook wel even goed stuk gaan, zeg maar. Oké, wat hebben we hier? Grab the drugs from a trolley. Oké, dit is dus blijkbaar drugs en hij moet het allemaal verzamelen, oké. What the fuck? Echt gewoon what the fuck. Dit spel, what the fuck. Oké, wat gaat hier gebeuren? Oké, hij rijdt met zo'n waggie. Oh, what the fuck? Oh mijn god. Oké, wat hebben we hier? Dit is zo'n graafmachine. Wat leuk. Zelfs graafmachines. Zou je ook echt gaten kunnen graven? Volgens mij niet, hè. Ik heb GTA wel gespeeld, maar het is echt lang geleden. Want dit spel bestaat echt al heel lang eigenlijk. Ik denk echt al zo'n 6, 7 jaar of zo. Oh, wat gaat hij doen? Hij gaat die buizen optillen. Is dat zijn bedoeling? Nee, ik denk het niet. Run, it's gonna blow. Oh mijn god, hij vliegt in de fik en hij gaat zelf dood. Hij wil gewoon een soort van een explosie maken daar. En hij killt zichzelf gewoon. Wat een noob. Oké, wat gaat hier gebeuren? Een helikoptervluchtje. Oh mijn god, zijn piloot is eruit gesprongen. Ja, daar ga je dan. Oh mijn god. Oké, wat hebben we hier? Dit is een waggie. Echt wel een eteringzieke auto. Gewoon 6 wielen. Kan gewoon. En hij gaat... Oh, daar gaat hij. Trevor heet het toch? Heet zo? Ja, volgens mij wel. Oké, wat hebben we hier? Ik zeg vaak, oké, wat hebben we hier? Sorry. Kijk, een gele auto. Dat hebben we hier. Oké, wat gaat hij doen? Dan zeg ik weer, oké, wat gaat hij doen? What the fuck? Heel irritant, sorry. Wat? Oh, zijn auto staat in de fik. Ah. Scootertje. Wop, 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 wop. Hoppakee. Hij hoort gewoon 2 sterren politie achter zich aan. En zit gewoon weg te skeuren op wat gewoon... Oh! Hey, dat is wel even next level politie, hoor. Daar kan echte politie nog van leren. Dit is wel een nieuwe manier van iemand te grazen nemen, zeg maar. Oké, hier staan ze op een of andere... Oh mijn god. Schiet hij met een grenade launcher, schiet hij tegen zijn eigen helikopter aan. Lekker, pik. Lekker. Nee. What the fuck? Wat is de kans dat dat gebeurt? Yeah. Even serieus, wat is de kans dat dat gebeurt? Don't think we made this. Team Lies, 1. En ze hebben nog maar 20 seconden over. Waar moeten ze zijn? Wat moeten ze doen? Help deliver the trailer to the boatyard. Oké, dat is daar links dus. Oeh, ze hebben 8 seconden. Oh. Gaat het lukken? Gaat het wel lukken? Dat zou grappig zijn. Het is wel... Oh nee, het is niet gelukt. De trailer was destroyed. Oh mijn god. Ze hadden het wel bijna gered. Hey, ze moesten risico nemen. Oké, wat is dit? Wat is dit? Ik heb wel een keer heel GTA uitgespeeld, maar ik denk dat er heel veel nieuwe dingen bij zijn gekomen. Want dit soort dingen herinner ik me niet. Oké, dat klopt niet. Dat weet ik wel zeker. What the fuck? Opeens rennen op met... Oké, dat is een bug. Dat hoort niet. Opeens spouwt een random auto terwijl hun in een missie zijn gewoon... Nee, het gaat nog een keer gebeuren. Oh, ik dacht het gaat nog een keer gebeuren. Oké. Let's go. Ze hebben een of andere presidentiële huis aangevallen of zo. Ik zie Amerikaanse vlag en shit. Oké, wat gaan ze doen? Oh mijn god, hij vliegt in de fik. Ja, daar gaat hij dan. Hij schiet ook alle kanten gewoon op. Dikke fail, ouwe. Dikke fail. Hoe komt dat vuur daar überhaupt? Op het strand. Met een sniper. Skuskuu. Hoppakee. Snipe hem. Bap. Hoppakee, dat is 1. Waar is de tweede? Wow, what? Wow, what? Hij zit in first person. Zit hij gewoon aan een vleugel? Huh?
Dat dat kan. Hoe overleef je dat überhaupt? Normaal ben je toch al... Hij zit gewoon letterlijk aan een jet. En hij valt nu gewoon valt hij in het water. Gaat hij dit ook nog eens overleven? Hij gaat dit ook nog eens overleven. Hij gaat dit ook nog eens overleven waarschijnlijk. Oh, hij heeft zelfs een parachute. Nou, dan overleeft hij wel helemaal. What the fuck? Wat gebeurde? Hij stond op de auto. Oh! KO out of nowhere! Oké, dat was sick. Dat was zeker sick. Oeh, nee, dit wordt leuk. Ik ga stil zijn hoor, dit wordt leuk. Oh, wat gaat er gebeuren? Nice car. Oeh, mooie auto. dat is geen auto, bitch. Oh mijn god. Ja, dan zit er ook iets goed mis als je denkt dat dat een auto is. We willen een racing competition. Tell from Mel met je name, man. Go fuck yourself. Oh mijn god. Hij deed zo stoer en faalt zo hard. En het is de computer wat het gewoon grappig maakt. Het zijn natuurlijk niet echte spelers. First look. Inside the Google self-driving car. Oh, what the fuck? Dit is sowieso een of andere mod. Wel ziek. Hè? What the fuck gebeurt hier? Prototype self-driving car. Oké. Okay. Ja, dit is wel, dit is zeg maar de eerste Google zelfrijdende auto's gewoon. Dit wordt echt top. Ja, ik kan nu al niet wachten tot deze auto komt. Ik kan nu al niet wachten. Echt mooi hoe mensen dit hebben gemaakt. In ieder geval, dames en heren, moet ik GTA gaan spelen op mijn kanaal? Dat kan, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Laat ook even in de reacties weten of jullie dat graag willen. Vergeet zeker niet te abonneren als je dat dan niet wilt missen. Volg me ook even op Instagram, @MickFuture. En dan zeg ik, Mick out.